Dames en heren, het is uiteraard niet de volledige vertaling die ik ga geven, maar een samenvatting. Bahar Kinyoghur heeft hier een duidelijke oproep gedaan voor solidariteit met Syrië, een land, een bakermat van beschaving van vele religies, een land dat volgens hem dus veel meer verdient, één moet blijven en zeker niet waard is wat er nu aan het gebeuren is in het land zelf. Hij heeft het ook en vooral eigenlijk gehad over de informatie over het land die, om het zacht uitgedrukt te zeggen, rammelt langs alle kanten. En daarvan wordt ook van de kant van de media op Syrië een spanning gevraagd om de juiste informatie door te geven aan de media zelf, aan het grote publiek, maar ook die aan te brengen aan de instellingen. Want hetgeen waarover de doorsnee televisiekijkers en krantenlezers momenteel kan vernemen over Syrië, is inderdaad vrij, om niet te zeggen, zeer eenzijdig. En er zijn ook grote vooroordelen tegenover de regering Damascus die verspreid worden door die media, die langs de andere kant dan van alles verzwijgen wat betreft bijvoorbeeld de massamoorden, de bloedbaden die gepleegd worden door het gewapend verzet in Syrië en waarvan tienduizenden mensen slachtoffer werden. Gewoon vermoord omwille van het feit dat ze niet direct de oppositie steunen, omwille van wat in elk geval de islamisten betreft, omwille van een geloof en zo verder. Nu is het wel zo dat de laatste tijd een aantal mensen die propaganda gevoed hebben, wel aan een herziening van hun mening toe zijn. Men heeft bijvoorbeeld, men zegt al niet 2 jaar, maar toch al 1,5 jaar dat het regime van president Assad elk moment gaat vallen. Wel, het is er nog altijd. En we moeten dat ook, of tenminste de mediawerker op Syrië, moet dat ook proberen te onderstrepen en bekend te maken bij het publiek. Dat was volgens mij ongeveer de essentie van wat Bahar Kinyoghur heeft gezegd.